Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik denk tenminste dat ik weer live ben. Ja, ik heb de live gevonden. We gaan eventjes weer alles goed zetten en dan gaan we zo gezellig van start. Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd om jullie weer even op de hoogte te brengen van de nieuwste dingen wat we allemaal hebben. Nou, er is weer heel veel leuks binnengekomen. En wat ik allemaal ga laten zien, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat is voor jullie nog even een verrassing en voor mij een verrassing. Ik heb in ieder geval nu hele leuke dingetjes van Pict Fan Studio voor me liggen. En mochten jullie de Facebookgroep in de gaten hebben gehouden, heb ik vanmorgen nog even een leuk filmpje bijgezet van deze nieuwe. Ze zijn super leuk. Schutmateriaal, we kunnen het maar niet genoeg hebben. Schutmateriaal is gewoon zo ontzettend leuk om mee te werken. Deze kun je natuurlijk ook gewoon op je creaties plakken. Dit zijn pailletjes. Maar in shaker dingen zijn ze natuurlijk super gaaf. Ik wacht heel even totdat iedereen mij gevonden heeft. En dan ga ik van start. Dan gaan we gewoon ermee aan de slag. Nou, deze doosjes, er zijn heel veel kleurtjes verkrijgbaar. Ze zijn €4,25 per doosje. En ik ga jullie gewoon even de kleurtjes allemaal laten zien. Hierbij geldt wel, de groothandel had geen hoge voorraad. Ik heb dit beperkt kunnen kopen. Dus wat er nu is, is er nog. Ik moet vanmiddag nog even naar de groothandel bellen. Dat doe ik straks na de live. En dan vraag ik wanneer ze weer nieuwe voorraad krijgen. Ik hoop heel snel. Maar ik vrees dat het heel snel de winkel uit zal gaan. Nou, ik denk dat ik voor de, als ik verstandig ben, er even een papiertje onder leg. Als ik zo'n doosje openmaak. Zodat ik het wat makkelijker weer terug kan stoppen. Want ik zie dat er al van alles uit gaat vallen. Nou, deze gaan we eens even openmaken. Dit is bijvoorbeeld de kleur Mermaid Water. Tenminste, ik heb ze nog niet open gehad. Ik moet even kijken hoe die precies open gaan. Hoe die zit hier vastgeplakt. Ja, het is vers van de pers. Het is voor mij ook nieuw, dus ik speak met jullie mee hoe leuk het allemaal is. Even kijken, hij zal aan deze kant open gaan. Kijk eens, oh die kleurtjes, dit is toch tof. En het zit er dus in allerlei verschillende formaatjes in. Je hebt er van die platten in zitten, in verschillende maten. En je hebt echt van die cupjes erin zitten. Dus die ouderwetse shakercupjes, zeg maar. Nou, als het mij lukt. Nee. Ja, ik ben altijd weer zo enthousiast. Maar dan zou ik het liefste een shakerkaart gaan maken. Als het goed is, ben ik vrijdag nog weer aan de beurt om een live te gaan doen als alles mee zit. En ik denk dat ik dan maar iets met een shakerkaart ga doen. En dan zo'n blister erbij in. Nou, ik ga ze maar niet allemaal openmaken. Want dan ben ik straks alleen maar bezig met pailletjes weer terug doen. Maar ik laat ze gewoon even zo goed mogelijk in beeld zien. Dat kan inderdaad. Ik denk dat je bij Martine een ander soort shakers hebt gezien. Maar, want zij werkt met andere merken. Maar dit is wel echt super leuk. Nou, dit is dus die Mermaid. Maar je hebt hem ook een hele leuke voor de kerst. Kijk eens, met zilver erbij in. Goud en zilver. Rood erbij, groen. Dus ook voor de kerstkaarten hartstikke leuk. Dit is de Irish Coffee. Nou, een hele leuke met bruin tintjes. Een beetje dat rosé gold. Goud erbij in. Een hele mooie ook.
Dit is de Purple People Eater. Nou, wat een naam. Dus een beetje een paarse met een blauw tintje erbij in. Die is voor bij mijn eigen lijn erg leuk. Dan hebben we de Spiked Ocean Water. Dit is ook een toffe met hele leuke groene kleurtjes. Transparante blauwe zitten erin. Echt heel mooi. We hebben ook een hele leuke. Nou, deze gaat sowieso... alles is voor Bassie, zeg maar. Deze heeft er ook hele leuke sterretjes bij in zitten. En van die doorzichtige. Deze is echt superleuk. Die past overal bij. Ook voor de kerst is die superleuk. Ik denk dat die zo de winkel uit is. Een hele leuke. Ze zijn eigenlijk allemaal leuk. Je kunt gewoon bijna niet kiezen. Dit is de Frozen Nutcracker. Ja, dit zijn inderdaad andere Anne-winkels. Of Anneke-winkels. Deze heeft Martine niet gebruikt. Een doosje met allemaal van die transparante. In verschillende maatjes. Nou, transparant past altijd overal bij. Kan je ook leuk mixen met een ander kleurtje. We gaan een beetje in de groentintjes groen-bruin. Dat is de Bourbon Maple Splash. Nou, als ik vanavond al die namen nog weet, dames. Kijk, deze is ook leuk. Ook voor de kerst met groene streepjes en rode streepjes. Dit is de Peppermint Kisses. Dan hebben we de Razzle Dazzle. Of Razzle Dazzle. Oh, die is ook gaaf. Kijk eens. Deze heeft voornamelijk allemaal kleine pailletjes erin zitten en in allerlei kleurtjes. Deze is ook tof. Nou, ik zie dat jullie wel een beetje heen en weer bewegen, maar het geeft niet. Deze groene is ook heel mooi. En zoals deze zou je ook weer kunnen combineren met een ander kleurtje wat je ook al hebt. Of je kan er nog wat sneeuw bij doen. Het zijn wel echt hele leuke dingen. Deze ook. Ook weer erg mooi. Dit is de Martini. 007 Martini. Nou, ik weet niet waarom de 007 bij staat, maar het zal wel goed zijn. We zijn er nog niet. We hebben nog meer kleurtjes. We hebben ook Black and White. Die heet Black Russian. Kijk, dat is ook met hele mooie kleine zwarte pailletjes weer. En ja, ook gewoon super leuk. Dan hebben we nog een kleurtje. Dit vind ik ook een hele mooie. Echt mooi, een beetje soft tintjes. Dit is de Moskou Mule. Ja, er zitten ook gaatjes in de pailletjes. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Kijk, er zitten gewoon gaatjes in. Het zijn gewoon echt... ja, normale pailletten eigenlijk. Alleen zijn ze in... sommige zijn rond en sommige zijn van die cupjes. Dit is de Blueberry Mojito. Ook erg mooi. Oh, deze. Hey, ik weet iets. Deze gaat ook mee, want die past heel erg mooi bij een project waar ik nog mee bezig ben. Misschien dat ik dat zaterdag... oh, dat ik vrijdag eens eventjes erbij ga doen. Nou, daar zat ik ook al een klein beetje aan te denken, Lydia. Dat 007, 007 van James Bond was. Dat spookt ook een beetje in mijn achterhoofd, maar ik denk, laat ik maar geen gekke dingen zeggen. Deze is ook gaaf. Oh, ze zijn echt allemaal te leuk. De Pink Lady. Oh, Paula Guns was in slaap gevallen. Een beetje ziek. Heel veel beterschap. En ik zie nog meer mensen allemaal. Iets van ziekenhuis, beterschap. Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Maar iedereen die ziek is, wens ik heel veel beterschap bij deze. Dit is ook een mooie. Ook straks weer voor richting het voorjaar. Nou, dit is de Margarita. Ik denk dat we heel veel creaties met pailletjes gaan doen. Nou, deze zou bij de herfstcreaties ook heel mooi staan.
Echt leuk. Deze ook voor de kerst weer. Dit is de Christmas Punch. Dus ja, hierbij geldt dus allemaal. Morgen krijg ik nog een hele kleine zending weer binnen. Maar het is echt op is op. Want voor sommige kleurtjes hadden ze nog maar één op voorraad. En het is gewoon, ja. Ik hoop dat er heel snel weer is. Dit is de Berry Infusion. En dit is de Spiked Cider. Dus dit zijn de sequins die binnen zijn gekomen. Die wilde ik toch even laten zien. Ik denk vanmorgen vers van de pers binnengekomen. Moet gelijk geshowd worden. Nou, daarbij hebben wij ook een heel handig opbergsysteempje. En heb je deze doosjes. Die passen namelijk in deze bakjes. Dus ook van Picked Fans. En zo kun je in totaal 16 van die doosjes op gaan bergen. Dus kijk, dat ziet er toch tof uit. En het is gewoon echt een heel stevig doosje. Dus dit is gewoon echt, ja, super leuk. Wat je in deze ook kan doen is 3 doosjes of 3 flesjes alcoholinkt. En dan passen er in totaal 24 flesjes alcoholinkt in. Dus dat is het nieuwe opbergsysteem van Picked Fans. Dus dat is dus zowel voor de doosjes als voor je alcoholinktjes. En ik denk zelfs, ik ga eens even testen. Kijk, het kan ook nog voor je distress refills. En de oxide refills zullen er dus ook 24 in passen. Dus dat kan er ook nog in. Het zijn ideaal. Nou, deze 2 had ik al even apart gelegd. Net wat ik al zei, alles is voor Bassie. Ook deze is voor Bassie. En wat jullie dan nemen, dat weet ik nog niet. Deze ook, want die past weer bij mijn eigen lijn. Ik denk dat ik voorlopig nog wel genoeg te doen heb. Kijk, ik ben net zo'n extra als jullie. Als ik dit zie, dan moet ik het ook hebben. Wat gaan we nu doen? Want ik heb 2 opties. Ik heb namelijk nog 2 dingen wat ik wil laten zien. En bij beide wil ik een beetje gaan knutselen en heb ik wat tijd nodig. Ik wil namelijk zowel dit laten zien, de nieuwe kleur van de Distress. En ik wil jullie dit laten zien. En dat is de nieuwe lijn van Elisabeth Craft Design. Maar van beide wil ik dus eventjes ook, ja, even met de schade erin. Dus ik ben benieuwd wat jullie eigenlijk als allereerste willen zien. Ik denk dat we eerst eventjes deze Mystical gaan doen, hè. Laat ik hem eerst zien. En dan kijk ik op laatst eventjes hoeveel tijd ik nog heb om er ook wat mee te gaan maken. Anders komt het sowieso in een andere uitzending. Nou, deze zet ik eventjes apart. Nou, Elisabeth gaan we mee beginnen. De nieuwe collectie. De Mystical Winter. Een hele leuke winterlijn. Er zouden ook 2 van deze journal omslagen, traveler note omslagen bijkomen. Maar even kijken. Oh, chips. Ik mis iets. Ik hoop dat een van mijn collega's meekijkt. Maar ik heb de mask stencils niet gekregen van de Elisabeth Craft Design. Dus als iemand van mijn collega's misschien meekijkt of iemand snel naar de winkel zou willen bellen, dan kan ik jullie zo meteen de mask stencils laten zien in combinatie. Dus net wat Ilse geeft met de mask stencils hiervan. Dus dat is leuk. Oh, nou, ik hoor van Ilse dat deze, die omslagen, nog eventjes aan het genieten zijn van hun cruise. Nou, groot gelijk. Maar ik laat jullie gewoon even de olijf zien met de spetters. Die heb ik al, ik moet er alleen nog in beginnen.
Maar dit zijn dus de omslagen. De okergele en de groene houden jullie, grijze houden jullie nog te goed. Nou, dan begin ik gewoon eerst eventjes met de... Ja, waar ga ik mee beginnen? Ik ga eerst de stempels laten zien. De stempels. Misschien weten jullie nog van de vorige collectie dat er een heel leuk alfabet was van die box numbers. En daarbij is nu dus ook wat handige cijfertjes in verschillende maten. Dus hier heb je bijvoorbeeld ook de open en de dichte. Dus je kan het ook nog weer gaan combineren. Dan hebben ze het heel erg slim gedaan. Jullie kennen van Ilse en Charlene natuurlijk nog wel die leuke meisjes. Maar bij een meisje hoort natuurlijk, of hoort, we moeten alles neutraal houden. Maar in veel gevallen is er ook een... Ja, een man of een jongen is natuurlijk ook wel aanwezig. Of een zoon, of in de vorm van een man, of een vriend, of hoe of wat. En dat is natuurlijk ook leuk om in je journal te gaan verwerken. En nu hebben we dus deze leuke. Dit is Lady en Gentleman. En dat hebben we bij deze ook. Dit is de Cute Winter Couple. Deze is door Charlene getekend en deze is door Ilse getekend. Ze hebben allebei hun eigen stijl, dus jullie kunnen nog kiezen van welke lady en gentleman jullie willen. Dan hele gave flowy florals. Hele mooie takjes weer. Echt super gaaf. Deze is ook zo leuk. Kijk eens die uil. En dan die pootjes die je weer ergens op de ondergrond kan doen. Hier die horens, zeg maar, gewei of hoe je het doet. Ja, een beetje gendervoorzichtig zijn inderdaad. Je mag niet alles meer zeggen. Hè. Tegenwoordig moet je overal mee oppassen. Dan hebben we nog een heel leuk vogeltje. Super gaaf. Dit is de Birdsong. Ja, onze beide gezinnen bestaan uit mannen en die wouden graag mannenstempels. Nou, ik snap het volledig, Ilse. Ook deze is erg mooi. Frosty winter achtergrond en die stipjes. Nou, stipjes zijn ook altijd superleuk. Dit zijn de stempels. Wij hebben ook een actieset van alle stempels. Dus je moet gewoon even kijken of losse stempels of een actieset. Elma's versluis vind ik onzin. Wat vind jij onzin? Ja, wij moeten gewoon heel voorzichtig zijn in alles wat we zeggen. Want ja, ook met Sint en Piet hebben we al problemen gehad. Tegenwoordig, ja, ik vind het ook onzin, maar het is niet anders. Stansmalletjes. Mama heeft mij zojuist nog even snel geholpen om een paar dingen uit te stansen. Nou, deze ging eventjes mis. Die is er niet helemaal goed uitgegaan. Hij heeft hier een klein stukje niet gepakt. En hier durfde ze niet verder. Had ze een klein beetje kapot gemaakt. Maar het gaat ook om het idee. En dit is super leuk om ergens achter te stoppen ook. Hier bijvoorbeeld weer een vintage plaatje overheen te plakken. Ja, als achtergrondje. Je kan dit nog weer als maskstencil gaan gebruiken. Super leuk. Dat is stencil. Oh ja, hier stonden geen... Ja, 1821. Dan deze winter. Ook super gaaf. Dat is deze. Hier ga ik het nog wel eventjes uitpeuteren. Eventjes mijn stikkie erbij. Even kijken, als het goed is moet ik hier zo'n popie toe leggen. Nou, volgens mij zijn mijn collega's niet aanwezig. Want ik... merk nog niet echt dat iemand de stencils ook brengt. Dus ik hoop dat dat zo nog goed komt. En anders moet ik even andere stencils pakken. Even kijken. Nou, haastige spoed is zelden goed. Ik wilde deze even voorzichtig uit hebben. Nou, weet je...
jullie snappen het idee wel. Kijk, dat is dit stencil. Dat is de cubic background. En kijk eens. Oh, lukt in gesprekstoon. Nou, misschien dat er iemand bezig is. Iemand aan het bellen is. Ja, of een klant of hoe of wat. Nou, misschien dat een van de collega's het straks al wel nog hoort. Dit is dus de cubic background. Dan gaan we naar deze pocket. De pocket en die mooie bloemen heb ik nog niet uitgestanst. De pocket kan je mooi aan de zijkant doen. En ik vind het zelf erg tof dat hij zo'n kartonrandje heeft. Er zitten hele leuke blaadjes bij. Dit zijn de hortensia bloemen en een hele mooie tak. Dit is de Florals of Winter. Nou, jullie moeten ook gewoon eventjes in de groep kijken, want de dames uit de design team die hebben al zoveel leuke voorbeelden gepost. Dus kijk daar ook eventjes naar. Nou, deze zijn ook super leuk. Dit is een border met de tekst winter erop. Dit is een border met een soort ja, ijskristalletjes. Dit is Frosty als tekst. Dit is een soort, ja, ik denk een soort sneeuwlandschapje. Zo zie ik hem tenminste een beetje voor me. En dit is, ja, dat is een leuke. Die kan ik niet lezen. Die kan ik misschien wel lezen, maar ik zit even te kijken. Zal ik hem uit gaan stansen? Snow. Nou, misschien dat Ilse nog meekijkt, dat hij even kan aangeven wat hier als tekst bij staat. Maar die kan ik dus net niet lezen. Kijk, want Frosty zie je bijvoorbeeld hier wel op de achterkant. Kijk, dat is heel erg leuk om daar weer ook net een soort achtersteken van te maken. Oh, Snowflake staat hier. Snowflake, ja. Nou, super, dankjewel. Ja, soms dan moet je dat in spiegelbeeld lezen en dan kun je het af en toe net even wat lastiger lezen. En dan denk ik van ja, ik wil ook geen gekke dingen in de live gaan melden natuurlijk. Dan een heel leuk window. En ja, jullie zagen net natuurlijk onze shaker elementjes al. Nou, die shaker elementjes die zijn ook voor dit window frame uitermate geschikt. Want wat gebeurt er als je deze uitstanst? Dan krijg je namelijk, oh, ik moet hem eventjes gaan rillen. Een leuk idee van het sneeuwrandje ga ik doen vandaag. Was dat dan geen sneeuwrandje, Els? Ik maakte dat zo van. Het kan best zijn dat het totaal wat anders is. Maar leek mij een heel leuk sneeuwrandje. En om dan ook uit glitterpapier uit te stansen. Dat lijkt mij een super tof idee. Ja, kijk, zo zie je. Zo heeft iedereen allemaal een eigen idee. Hello Tracy. Ik zie dat er ook allemaal buitenlanders alweer meekijken. Nou, hartstikke leuk. Kijk, dit is een heel leuk framepje. En ja, hier zullen uiteraard verschillende opties ook weer voor zijn. Wat is mijn idee hierachter? Ik zou hem twee keer uit gaan stansen. En dan zou ik er dubbel laagje van dat mica achter gaan doen. En dan zou ik schutmateriaal hierachter gaan doen. En dan weer boompjes tussen. Je kan hem op deze manier ook ergens tussen gaan maken. Dus je kan ook zeggen van, weet je, ik plak hem zo dicht. Ik doe er een plastic zakje tussen. Wacht even. Ik ga even wat pakken. Als het hier nog ligt. Het lag hier. Waar is dat gebleven? Ik ben net iets te snel geweest met opruimen, geloof ik. Ik had net aan mama gevraagd of ze wat dingen weg wilde leggen. Nou, aangezien het gewoon een beetje een
showtime is, ga ik er even wat bij pakken. Ik moest even rommelen in mijn kast. Want, kijk, het is natuurlijk heel erg leuk. Ja, het klinkt als een echte hobbykamer. Nou, het is nog een kantoor en we zijn in de opbouwende fase. Dus ik heb nog niet alles binnen handbereik en ik heb nog niet alle basisdingen. Dus het is voornamelijk een beetje nog zoeken. Kijk, jullie kennen ze wel, die crafting bags. Dat zijn van die transparante zakjes. En daar kun je natuurlijk ook je schutmateriaal in gaan doen. Het is natuurlijk ook handig om die bijvoorbeeld deze ertussen te plakken. Ga je hier aan de zijkant, dan knip je hem eventjes op maat. Ga je hier dichtplakken met dubbelzijdig tape. Bovenkant ook met dubbelzijdig tape vastplakken. En dan hier dat schutmateriaal in doen. En dat weer verwerken in je Traveler's Note. Echt super gaaf. Maar deze hoeft dus niet alleen in de Traveler's Note. Hoe gaaf is het om hier gewoon een kaartje van te gaan maken. En dan kan je nog zeggen van ik maak hier bovenaan weer een leuk kopkaartje er nog op. Oh, dit is inderdaad leuk. Ja, dit is inderdaad ook handig. Alleen moet je even kijken dat je een juiste maat hebt. Deze is sowieso al aan twee kanten dicht. Dus dit zou ik makkelijker vinden dan Mika. En dit is ook wat flexibeler dan Mika. Je kunt ook gewoon die kaartenzakjes gebruiken. Die zijn een stuk voordeliger dan deze craft bags. Kijk, ik vind het leuk om te verkopen. Maar als je dit nou heel veel gebruikt. Deze is leuk omdat dit allemaal verschillende maatjes is. Maar gebruik je nou verschillende soorten. Of gebruik je dit heel veel. Dan zou ik gewoon voor die kaartenzakjes gaan. Nou. Jullie merken wel hartseflats uitzending. Wat zit hier nog meer bij? Hele leuke boompjes. Dit is een paperclipje. Hele gave takjes. Oh, dat takje ga ik eventjes uitstand. Heb ik nog een restantje papier? Vast wel. Even kijken. Ik ga hem eventjes uit wit uitstansen. Dan kunnen we hem altijd later nog weer uit een ander kleurtje. Want die wil ik gewoon eventjes laten zien. Dat lijkt me echt een heel leuk takje. Dat is die. Als het goed is, past die in mijn mini stansmachine. Even kijken, dan moet ik even de goede platen hebben. De A en de B. Ach, het is gewoon dinsdagmiddag. Ik ga deze uitzending gewoon even elke keer wat anders maken. Gewoon dat ik tussendoor ermee bezig ben. Mika misschien. Ja, Mika kan ook. Maar Mika is dus wel wat stugger. Ja, je kan inderdaad ook de fuse gaan gebruiken. Oh, dames, jullie krijgen denk ik een beetje biebelig beeld. Ik hoop niet dat jullie zeeziek worden. Kijk eens. Oh, deze is tof. Super gaaf. Kijk. Nou, die gaan we straks eens eventjes groen maken met een mooie distress oxide inkt. Ja, het wordt al wel weer wat. Dat paperclipje wil ik ook even. Ik wil het ook gewoon zien, dames. Ik heb zelf dit nog niet gezien. Ben ik heel eerlijk in. Er zijn al wel live uitzendingen mee geweest. Maar die heb ik nog niet terug kunnen kijken. Dus kijk ze ook gewoon gerust terug. Nou, eventjes weer wiebelen. Helaas. Nou, dat snap ik, Ilse, dat dat blad een favoriet is. Want die is ook wel echt heel tof. Kijk toch eens. En als je deze nou met zilveren of gouden embossingpoeder. Oh, wat tof.
om die weer ergens op te gaan doen. Bedrukt transparant foil is er ook tof tussen, maar dan zonder shaker ervan. Ja, klopt inderdaad, Ilse. Dat is ook erg leuk, daar van 13 Arts erbij. Nou, dit is dus het raampje. Nou, heb jij niks met die Traveler's Note, dan is dit raampje echt nog wel een hele aanwinst, zou ik zeggen. Die losse kaartjes kun je natuurlijk ook gewoon weer gebruiken. Deze vallen eruit, maar dat kan je overal weer voor gaan gebruiken. En net wat jij zelf wilt. Dan. Nou, ik ben bang dat het met het met de mask stencils nog niet echt gaat worden. Ik hoop dat mijn collega het zo nog hoort. Ik ben nog aan het zoeken aan het systeem met bijvoorbeeld een intercom of zo. Dat ik gewoon even kan op een knopje kan drukken dat ze gewoon kunnen komen. Dat is nog iets wat ik ga uitzoeken. Sowieso is dat handig. Nou, deze moet ik... Ik ga ze eventjes rillen voor de zekerheid. Ik vind dat altijd net wat makkelijker. Dit is ook weer zo'n leuk project. Weet je, mijn handen jeuken gewoon weer om er gewoon echt mee aan de slag te gaan. Ik heb er eerlijk gezegd totaal geen tijd en energie voor op het moment. En ik moet ook eerst andere opdrachten afmaken, maar het is zo verleidelijk. Weet je, nu heb ik straks alweer van die halve projecten klaar. Ja, een soort walkie-talkie inderdaad. Kijk, want ik kan wel een telefoon... Wij hebben op de telefoon wel een intercom zitten. Maar ja, als dan de telefoon gaat, als de klanten bellen, dan hebben jullie ook een probleem. Ja, een ouderwetse bel, dat kan ook. Maar dan kan ik nog niet gelijk zeggen wat ze nodig zijn, hè. Ik ga even kijken dat ik hem goed ga vouwen. Ik denk dat hij zo hoort. Dat hoop ik dan maar, dat ik het goed doe. Want zo eroverheen, dat lijkt mij niet. Nou, mocht ik het niet helemaal goed doen, dan hou het even te goed van mij. Maar ik denk haast dat hij er zo in kan dat er dus een huis is. Die kan je... Nou... Dan lopen ze toch twee keer. Nou, de dames hier, die lopen echt tientallen keren trap op, trap af. Dus ik wil ze dan liever niet aandoen dat ze heel vaak heen en weer moeten lopen. Ik denk altijd wel een beetje mee. Kijk, en zo kan je de pocket er dus weer lekker tussen gaan doen. Echt superleuk. Die pocket, ik ga hem nog eerst even van designpapier voorzien. Voordat ik hem helemaal vast ga plakken. En hier kun je dus weer een leuke label instoppen. En er zit aan de achterkant van dit huisje set. Kijk, tadaa, verrassing. Zit ook nog een huisje. Kijk, en die past hier weer precies in. Dus die label die past hier weer bij. En bij die label zit dus ook allemaal die kruissteekpatroontjes. Die kan je erbij gebruiken, hoeft niet. Dus als je de label gewoon zo uitstanst, heb je gewoon een effen label. Ga je deze er ook bij gebruiken, dan krijg je dus die gaatjes erop. Dus echt superleuk. Dat is het huisje set. En in dat huisje set zit dus ook weer de blokalfabet of de blokcijfers. Het blokalfabet zat al in de voorgaande serie. Daarbij zitten hele leuke takjes. Daarbij zit een strikje. Hele leuke huisjes. Een boompje. Dus echt weer een hele toffe collectie. Ik ga er deze bij doen. En dan ga ik het papier erbij pakken. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik een slokje thee pakken. En dan... Oh, ik vind dat zo balen, hè. Dan,
ik wil zo graag 10 labels aan jullie straks laten zien in combinatie met de distressoxide. En dan heb ik het hier niet liggen. En dan denk ik van, ah, kon ik maar even snel naar beneden rennen. Maar ja, goed. Wat niet gaat, gaat niet. Wat ik wel kan laten zien is dit. Tenminste, ik ga er vanuit dat het een heel tof paperpad is. Ik heb hem heel groot ingeslagen. Dus voorlopig denk ik dat hij nog niet uitverkocht is. Want ik verwacht hier heel veel van. En ik heb dus maar gelijk goed gedaan. I have a white tag with silver behind it in one of my house spaces. It's so effective. Thank you very much for your inspiration, Tracy. I will take a look. Did you post it in our group? We would like to see it. Dus ik hoop ook dat iedereen zoveel mogelijk inspiratie gaat tonen in onze groep. Dat zou heel leuk zijn. Paperpad 12 inch, dus dat is 30,5 bij 30,5. 13 designs en die zijn repeated randomly. Dat betekent dat je dus elke keer een andere combinatie hebt van voor- en achterkant. Kijk eens. Nou, en weet je, dit is dus winterpapier. Nou, en winter kan de hele maand nog, of dat kunnen we nog tot met maart eigenlijk wel gaan gebruiken. Dus kijk eens hoe tof dit is. Oh, dit is ook gaaf. Weet je, deze is ook... voor de liefhebbers van Lavinia stempels is dit ook gaaf. Echt heel mooi. Kijk deze ook. Lijkt wel gewoon alsof er echte ijskristalletjes op zitten. Dit is ook een gaaf paperpad om een beetje, of een gave pagina om een beetje met okergeel erbij te gaan verwerken. Dan heb je een keer een totaal andere kleur weer bij in het, je album. Dus dan is het niet alleen winter. Winter kan ook met een beetje oker erbij. Super gaaf. Deze ook, die sterren. Kijk toch. Echt heel mooi. Weet je wat dan ook leuk is? Je zou dan ook kunnen zeggen, ik doe een klein beetje embossingpoeder hierop. Kijk. Alsjeblieft. Mijn reddende engel Eline, of Jolien komt eventjes de mask stencils brengen. Dus wij kunnen alsnog met de mask stencils aan de slag. Ja, 21 maart is de winter pas officieel ten einde. Dus voorlopig kunnen we nog lekker met deze aan de slag. Kijk toch eens hoe mooi. Nou ja, we hopen aan de ene kant dat we een beetje winter krijgen. Dan kunnen we natuurlijk ook mooie foto's maken. Maar in een traveler's note of op kaarten hoeft natuurlijk geen, niet per se een foto. Dus we kunnen het overal mee doen. Kijk, toch is wat leuk. Dit ook. Nou, kijk, ik zou het bij dit dus ook leuk vinden om die ijskristalletjes, om daarmee... Dan ga je met... Even spieken. Met bijvoorbeeld de embossingpen. Ga je dan eventjes de randjes aangeven. Even kijken. Ik heb een bullet. Even kijken, ik kan het misschien wel laten zien wat ik bedoel. Oh, als niet alles omvalt. Jullie horen wel dozen op de grond, maar dat is mijn afvaldoos. Ik moet even kijken of ik die embossingpoeder hier heb liggen. Ik denk niet dat hier zilver in zit. Of een beetje transparant. Even spieken. Nee, die kleur past hier niet bij. Ik ga even kijken of ik in mijn andere doosje iets heb. Anders kan ik het helaas niet laten zien. Even kijken. Hierin zit... Dat is bonding powder, dat moet ik niet hebben. Ultra gloss moet ik niet hebben. Nou, helaas dames,
Het gaat niet lukken. Ik heb niet het kleurtje wat ik wilde laten zien. Jammer. Was leuk geweest. Komt later. Het is namelijk heel leuk om dan even met embossingpen dus de randjes na te tekenen. En Tim Holtz heeft een hele handig met een bulletpunt en met een brushpunt. En dan kun je dit eventjes voorzichtig natekenen. Transparante embossingpoeder eroverheen. Die sparkling snow van de Wauw is wel ontzettend leuk. En dan krijg je dus echt dat het eruit popt. Nou, je hoeft hier niet voor te bellen, want ik heb dat thuis liggen en dan heb ik alles weer dubbel. En dat vind ik ook een beetje jammer. Oh, deze achterkant ook. Kijk toch eens wat mooi. Nou, dan weet je dus ook alweer niet welke kant je moet gaan gebruiken. Nou, nu komen ze dus random allemaal weer een beetje terug. Dit stukje zo is ook gaaf. Oh ja, dit is inderdaad ook leuk om te gebruiken met Frosty the Snowman in de snow globe. Ja, super. Kijk, dit is toch echt een prachtig paperpad. Nou, super. Ik vind hem helemaal tof. Dus dit is de Mystical Winter. En uiteraard niet alleen geschikt voor journalpagina's, plannenpagina's. Ook voor kaarten, scrap layouts. Overal geschikt voor. Ik vind hem echt leuk. Oh, dames, het is al 4:15. Echt, time flies. Time flies when you have fun. Mask stencils zitten er ook nog bij. Nou, eerst mouwen afstropen, want ik krijg het al warm. Deze zijn €14,95. Maar je hebt hierbij wel een compleet pakketje met stencils. En die stencils zijn 8x13,4 centimeter. En daarin zitten maar liefst 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stencils. Dus dat is omgerekend €1,50 voor een stencil. Nou, valt nog wel mee toch? Wat is hier nou weer leuk aan? Deze stencils passen... Nee, niet op deze, maar op de tag uit de vorige serie. De vorige serie had je bij de... Ja, ik weet niet meer precies welke serie het was. Daar had je een hele leuke label bij zitten. Die kon je uitstansen. En daar past dit weer precies op. En je kunt ze ook allemaal aan een bindring met elkaar gaan verzamelen. Nou, aangezien ik nog met de Distress ook aan de slag wilde... Gaan we dit gewoon even combineren met elkaar. Nou, ik snap best dat jullie dat setje wilden hebben. Ik denk dat het wel... Ja, de Butterfly Pocket. Dank je wel voor de reactie. Nou, de Craft Sheet komt erbij. Craft Sheet heb ik van Craft Emotions. En daarbij wil ik even wat laten zien. Want die heeft namelijk aan de achterkant een blauw stukje. Dat betekent dat daar van dat dubbelzijdige klevende folie achter zit. En je kan hem dus ook aan de achterkant van bijvoorbeeld je snijmat gaan plakken. Of op een MDF stukje of op je tafel. Kijk, dan verschuift hij natuurlijk nooit. Ik wil hem gewoon elke keer kunnen opvouwen. Oprollen, want ik wil niet altijd deze onder mijn werkplek hebben. Dus ik laat dit blauwe op zitten. Maar wil je hem dus ergens op gaan plakken? Oh nee, hij is niet zelf kleven, maar wel anti-slip. Sorry. Dus anti-slip. Dus hij blijft liggen op de plek waar hij hoort te liggen. Dus hij verschuift minder snel. Zie je? Dus er zit een anti-slip laagje achter. Maar ik vind hem sowieso heel erg fijn. Is in 2 maten verkrijgbaar. Nou... De oxides. Oh nee, het ging niet om de oxides. Het ging gewoon om de nieuwe kleur.
De nieuwe kleur Distress Inkt is een hele mooie groene voor de kerst. En we hebben de oxide en de gewone inkt. Daarbij hebben we de refills van beide. We hebben de paint, een hele fijne verf. We hebben de embossing glaze. En we hebben de spraysteen en de oxide spray. Nou, we gaan er gewoon even mee aan het spelen. En deze, dit is de Rustic Wilderness, de enamel pin. Voor degenen die het niet kennen. Een enamel pin is gewoon, ja. Ik zeg het altijd, vroeger met Koninginnedag kregen we altijd zo'n speldje opgespeld. Daar kun je het mee vergelijken. En dit zijn dus gewoon collectors items. Je kunt er in principe helemaal niks aan doen. Maar zo. Ja, Anita van Merode. Ik heb de blauwe eraf. Verschuif dan totaal niet. En ik rol hem op als ik hem niet meer nodig heb. Dat is inderdaad een super goede tip, Anita. Oh, het blauwe, nou dat kun je er wel afkrijgen hoor. Maar je moet eventjes, ja, ik denk met je nagels ertussen of zo. Deze is leverbaar in 2 verschillende maten, dus het is wel een hele fijne. Nou, ik ga deze ook openmaken. Kijk, dan kunnen jullie gelijk ook de mask stencils zien. Want we combineren het gewoon. Weet je, eigenlijk had ik nog veel meer willen laten zien. Er is nog veel meer nieuws bij ons binnen wat ik wel wil laten zien. Maar helaas kan ik niet alles laten zien. Even kijken. Ik ga het eventjes op 2 manieren doen. De eerste manier is eventjes met de nieuwe blending brushes van Vasen Creative. Nou, er zijn allerlei brushes in het assortiment. Ook Vasen heeft ze nu in het assortiment opgenomen. Dus kijk gewoon wat jij zelf wilt. Deze zijn qua prijs geloof ik nog wel redelijk te doen. Ik zie dat er hier eentje in mist. Dat was even een klein foutje. Dus ik denk van, nou weet je dan, laat ik die even zien. Maar er zitten dus 2, 4, 6, 8, 10 brushes in verschillende maatjes. Dus die kleintjes zijn ook handig voor gedetailleerd werk. Nou, we gaan beginnen met de gewone inkt. De gewone inkt met de blending brush. En we gaan eens even kijken hoe leuk deze kleur is. En hoe leuk een mask stencil is uiteraard. Welke brushes ik het fijnste vind? Nou, als ik heel eerlijk ben. Oh, deze doen het trouwens. Ik pak ze nu voor het eerst, maar die doen het ook wel heel fijn. Maar ik ben nog steeds ja, de Pict fans en die nieuwe van Tailored Expression. Die vind ik gewoon, dat zijn de perfect size. En die hebben allemaal dezelfde maat van kopje. Dus die hebben, dat zijn die gekleurde. En die vind ik nog steeds het allerprettigste. Die zijn ook iets harder dan deze. Deze zijn iets flexibeler. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Kijk toch eens wat een leuk kleurtje. Wat je ook kan doen. Nou, nu doe ik het eigenlijk verkeerd, want ik zet dus aan rechtstreeks op mijn papier. En dan krijg je gewoon een donkerdere aanzet. Het beste is om vanaf de zijkant te gaan werken en dan opbrengen op je papier. Nou, jullie kennen de gewone inkt wel. Gewone inkt reageert op water. Je kan het ook op deze manier nog een beetje oppikken. Ik ga het eventjes hier een beetje oppikken. Even een beetje laten lopen. Gewoon eventjes voor het effect. Ik
even kijken of ik iets van een keukenrol in de buurt heb. Volgens mij niet. Heb ik wel. Maar ik moet eerst mijn föhn eventjes aanslingeren. Even bij gaan staan om mijn steun, mijn ding in stopcontact te krijgen. Anders kan ik niet genoeg kracht zetten. Zo. Nou, het is gewoon echt een probeeruitzending geworden. Gewoon even een beetje leuk spelen. Ga dit even verritten. Nou, ik vind die kleur wel echt ontzettend leuk, moet ik zeggen. Nu denk ik dat ik straks op dezelfde pagina ook even de oxides erbij ga verwerken. Zodat we ook het verschil tussen de gewone en de oxides kunnen zien. Oh, deze heeft ook echt, als je deze ook met water weer gaat verwerken, echt leuke kleurtjes, dames. Het is een mooie kleur. Super. Nou, ik laat dit wel een klein beetje nog even aan de lucht drogen. Dan pak ik ondertussen eventjes de even deze een beetje schoonmaken. Je kan ze dus gewoon aan een keukendoekje even schoonmaken. Of je kan zeggen van ik pak er een ik hou ze even onder de kraan met die blending. Of die speciale cleaning tool van Nelly Snelle. Ja, ik kan zelf de mask pakken. Maar als ik slim ben, pak ik een andere. Dan heb ik weer een ander motiefje om te laten zien. Dan weten jullie straks ook wat er allemaal te verkrijgen is in die setjes. Kijk eens. Dit is toch ook tof om gewoon even ergens op de achtergrond te doen. Hier een beetje rechtstreeks op mijn papier aanbrengen. Oh, dit is echt voor de kerst. Is dit wel een must-have, dames? Dit is echt een prachtige kleur. Nou, ik maak er een kliedenbende van, zien jullie wel. Dat was niet de bedoeling. Ik ging dus een beetje door het water heen. Die ook even met water laten reageren. Nou, het wordt echt een ik had beter twee pagina's kunnen pakken. Zuinigheid met vlijt is niet altijd goed, hè? En je kunt natuurlijk ook altijd de oxides en de gewone inkten met elkaar combineren. Dat geeft ook een verrassend leuk effect. Nou, jullie zien denk ik het verschil al wel tussen de oxides en de gewone inkt. De gewone inkt is dus wat transparanter en die heeft wat helderdere kleuren. Hier zie je wel de oxide, die wordt altijd ietsjes doffer. En deze is gewoon echt wat helderder van kleur. Ik vind ze beide super leuk en je kan ze dus ook echt prima met elkaar combineren. Op één project is het ook altijd, tenminste Tim Holtz doet het ook altijd, gewoon de gewone en de oxides in één project van dezelfde kleur. Het geeft al een ontzettend leuk effect. En ook verschillende kleuren kan je ook prima met elkaar gebruiken. Dat was pagina 1. Dan hebben wij ook nog sprays. Nou, jullie weten wel, Janine is nog niet echt een sprayer. Ik moet de spraybox nog eventjes hierboven ook hebben. Bij mij thuis is sprayen niet zo handig, omdat dat ja, vaak ietsjes meer troep en werk geeft. Maar dat ga ik straks vanuit de winkel doen, vanuit mijn nieuwe kantoortje. En dan kunnen mijn collega's mij mooi even helpen. Ja, de ene keer is de oxide mooie, de andere keer is de gewone
Distress Ink mooier. Ik gebruik ze ook gewoon, ja. Ik moet zeggen, ik gebruik meestal de oxides. Maar ik ben natuurlijk ook wel heel erg van de vintage kleurtjes. Maar de laatste tijd pak ik die andere ook wel steeds vaker. Deze even openen. Kijk, want van de sprays hebben we ook twee verschillende soorten. En dat is dus eigenlijk hetzelfde verhaal als de gewone... dat was het dopje al. Als de gewone inkten. Ook hierbij geldt dus, je hebt dus de Distress Spray Steen. En je hebt de oxidespray. De oxidespray zien jullie al wel weer. Dat is dus die combinatie van de pigment ink en de dye ink. En dat heeft dus dat speciale effect. Dat iets doffere weer. En de gewone spraysteen is weer die heldere spray. Nou, we gaan het proberen. Deze even goed schudden. En... wat je ook na die tijd moet doen, is zorgen dat je die spraykop weer even schoonmaakt. Nou, ik ga deze keer gewoon makkelijk doen en niet te veel. Je kunt die, dat mask stencil ook nog weer omdraaien en ook nog weer gebruiken. Dat ga ik vanmiddag tijdens de uitzending eventjes niet doen. Want dan kom ik er echt niet doorheen. Even kijken, welk stencil kunnen we nog meer gebruiken? Misschien dat we met deze wel met de gewone steen kunnen doen. Deze weer even dicht doen. Want dan hebben we straks ook nog verf en de glaze hebben we nog. Dus we hebben nog wat te laten zien. Oh, mijn handen, dames. Ik ben blij dat de scrubbies bestaan. Kan je ook nog met water. Nou, deze gaat bij mij niet helemaal goed, dames. Dat zeg ik tegelijk bij. Nou, kijk eens. Dit gedeelte kun je er natuurlijk later weer afhalen, want normaal gesproken zou ik dit alleen op de tag gaan gebruiken. Dus je ziet altijd dan de zijkant en anders moet je dat natuurlijk afdekken. Ik ga dit eventjes nu een beetje afdeppen. Maar jullie zien dus wel ook het effect van de stencils. Ik ga dit even droogfeunen. En dan kunnen jullie straks ook weer het verschil zien. Dus tussen die effen kleur, die heldere kleur en die iets mattere kleur. Die stencils zijn wel echt gaaf hoor. Ja, ik dacht inderdaad ook dat er allemaal onder zou lopen, maar... ja, weet je, ik ben vaak veel te onzeker met dit soort dingen. Dan denk ik van, ach, dat lukt niet helemaal goed. En dan uiteindelijk, ik moet het sprayen ook gewoon vaker doen. Het geeft zo'n leuk effect. Er zijn zoveel leuke sprays zijnde te verkrijgen. Ik was ook een klein beetje misleid door dat stencil. Ik dacht namelijk dat ik hier de zijkant niet gepakt had. Maar die zijkant is natuurlijk al bedekt. Dat moet ook helemaal niet zichtbaar zijn, want dan zie je die mandala niet meer. Nee, het stencil had het er gelukkig al afgedaan, Ilse. Zou inderdaad zonde zijn als die versmolten was. Dus bij de sprays echt de spuitmond altijd even schoonmaken, want anders gaat het mis. Kijk, zien jullie het verschil? Dit is dus de oxide spray. Die is dus wat matter. En dit is de steenspray, die is wat helderder. Nou, wij gaan... ik ga het even proberen of dat leuk is. Ik weet niet of dat leuk is. Als we het niet proberen, weten we het zeker. Ik ga deze er even opleggen.
En ik ga erbij pakken mijn Distress Embossing Dapper. Transparant. Ik had iets met embossingpoeder willen doen. En ik kon dus nergens mijn Versamark inkpad vinden. Maar nou zie ik in mijn ooghoeken deze. En daarmee kan ik het ook laten zien. Volgens mij zit er nu wat op. Even spieken voor de zekerheid. Ik kan het niet helemaal goed zien. Ik ga er vanuit dat er wat op zit. Dan hebben wij nog embossing glaze in dezelfde kleur. Dat doet Tim Holtz wel heel slim. Alles in dezelfde kleur. Dus je kunt het altijd met elkaar combineren. Weet je dames, ik vind het heel erg leuk dit soort dingen om eventjes gelijk weer te testen. Want normaal gesproken zou ik dit niet zo heel veel gebruiken. Die embossing poedertjes en dat soort dingen. En nu ik dit toch moet testen, dan probeer ik het ook. En dan vind ik het ook super gaaf. Dus dan ga je automatisch een keer andere dingen proberen. Ik ga even de blaadjes. Nou, er zit dus wat groen van mijn ding op. Dus ik moet deze even schoon gaan maken. Maar ik ga ook gelijk dit blaadje doen. Die wil ik ook groen hebben. Pak ik even weer een blaadje erbij. Om mijn glaze op te pakken. En de embossing glaze is dus een transparant. Oh, er zit zat op. Of een translucent embossing poeder. En dat betekent dus dat hij semi-transparant is. We gaan het zo laten zien. Ik had een pincet. Dat is altijd handig. Moet je wel even opletten, Janine. Even de goede volgorde doen. Want ik wil die embossing poeder zo weer terugstrooien in mijn bakje. Kijk, en nu neem ik ook een keer de tijd om ermee bezig te gaan. Normaal gesproken thuis dan ga je alleen maar ja, project voor project een beetje afwerken. Live voor live. En dan laat ik dit soort dingen probeer ik gewoon niet. Terwijl ik het hartstikke leuk vind. Dus nu mogen jullie gewoon meekijken met mijn experimentjes. Laten we het maar gewoon zo noemen. Janine's experimentjes middag of zoiets dergelijks. Janine's knutselavontuur. Nou, ik ben blij dat jullie dat leuke uitzendingen vinden op deze manier. Ik vind het zelf ook leuk. De rommel om me heen is minder leuk. Hey. Nou, dames, ik wil gaan embossen, maar ik heb een hulplijn nodig, want de embossingfeun doet het niet meer. Dat is namelijk, ik heb er nu eentje van Vasen Creative. Och nee, niet van Vasen, van Papermania. En die heeft er een blokkade op zitten dat als hij te warm is, dan doet hij even tijdelijk niet meer. Dus nu kan ik helaas niet verhitten, want ik heb hier geloof ik ook geen andere liggen. Niet binnen handbereik. Oh shit, dat is balen. Nou, dan hoop ik dat een van de collega's het hoort dat ik nog een embossingfeun nodig ben. Of ik wacht heel eventjes totdat hij afgekoeld is. Ga ik in de tussentijd gewoon even de verf nog laten zien. Ja, de stekker zit erin, want ik heb hem net nog gebruikt. Maar hij is een beetje warm. En dat zal het probleem nu zijn. Nou, daar rijdt er eentje weg. Die is vergeten te schakelen of zo. Die gaat met een hele hoge toeren weg. Ik zoek nog even een blending tool. Die heb ik. Ik heb daarvoor die blending tool van Vasen Creative. En die heeft van die hele fijne. Ik vind hem echt super fijn, die bollingen. Daarmee kan je zo fijn blenden. En daarmee gaan we dus de verf nog even testen. En dan is het ook tijd om snel op te ruimen, want dan komt mijn taxi zo meteen alweer.
Die moet voor die tijd nog wel alles ingepakt hebben. Ja, deze moet eerst eventjes afkoelen. Dit is gewoon... Ik hoop dat hij zo nog doet. En anders houden jullie het nog eventjes te goed van mij met die verf. Of met die embossing glaze. Maar op goed geluk gaan we ervan uit dat hij straks wel doet. Die verf is ook heel leuk te combineren. Ja, ik had deze tool, had ik eventjes, hier tool had ik uit de workshopruimte gebruikt, gehaald. En normaal gesproken heb ik altijd die van Vaassen. Die vind ik eerlijk gezegd veel fijner. Maar goed, die van Pepermania hebben we overigens ook niet meer in ons assortiment. Dit is de paint. En de paint kan je ook heel makkelijk weer van je kussentjes afhalen. En de paint dekt heel goed. De paint blendt heel goed. En de paint is gewoon super leuk. Kijk, is dat kleurtje is toch gewoon geweldig. En het mask stencil is geweldig. Kijk. Dus dit is de verf. En de verf heb je dus ook gewoon, ja, een super snel leuk resultaat mee. Je kan met de verf ook gewoon gaan blenden. Ook op je journalpagina's. Kijk eens. Ja, die blending tools, ik vind ze echt fijn. Dus dit is de verf. Nou, op goed geluk ga ik nog even een keer mijn knietool proberen. Op hoop van zegen. Nee. Helaas. Dat houden jullie dus te goed. Nou, de embossing glaze, hartstikke leuk. Het zit erop, maar het moet verhit worden. Dus dat hoort erbij. Nou, ik hoop dat jullie ondertussen nog een klein beetje een keuze kunnen maken in de spulletjes. Ik heb gewoon weer heel veel dingen laten zien van wat er bij ons binnen is gekomen afgelopen week. Nou, het is dus in ieder geval die Art Journal lijn is super gaaf. De stencils daarvan zijn super gaaf. De stempels zijn gaaf. Eigenlijk alles. Nou, die sequins. Ik vind ze echt top. Oh, nou. Er komt een collega aan met een needle setje. Dus even kijken. Dan moeten we deze er even uithalen. Zou jij dat voor mij willen doen? Want dat gaat mij dus niet lukken. Deze mag eruit. Deze? Ja. Ja. Dan gaan we deze erin stoppen. Kijk, vandaag is Jolien mijn reddende engel. En de heatool doet het al. Dus kijk eens. Oh, ik zie dat Lisanne even gebeld heeft. Nou, zo. We gaan dit even besmelten. Oh, dit is gaaf. En dan ga ik ook even mijn stencil van deze. Kijk eens hoe leuk. Oh, dit is leuk. Nou, deze geeft wel iets meer herrie, maar dat maakt niet uit. Ik weet wel wat de eerste investering is hierboven. Dat is een heatool. Kijk, hier heb je dus gewoon de oxide. Maar ga je die embossing glaze er overheen doen, kijk eens wat voor tof verschil je dan weer krijgt. En die embossing glaze geeft echt zo'n laklaagje eraan. Ik vind het helemaal gaaf. En dit is het takje. Kijk. Super. Nou, ik heb een verlengsnoer, maar ik had geen, ik heb geen stekken meer over. Dus ik moest er even een andere uithalen. En voor mij is dat gewoon wat lastiger. Nou, kijk eens. Dit is echt leuk. Ik vind het tof.
Dus dit is die embossing glaze. En dat geeft echt een beetje zo'n ja, mooi laklaagje. Dan kan je nog zeggen van stukjes wat niet helemaal gepakt zijn. Even nog een klein beetje met de gewone paint er weer overheen. Of met een beetje bruin er nog bij. Het is echt leuk. Ik zie wat... is dit te vergelijken met Cadence? Nee, deze paint is totaal anders. Dit is veel dunner. Dit blendt ontzettend makkelijk. Dat doet de Cadence dus niet. De Cadence kan je niet zo makkelijk met die blending tooltjes mee werken. Dus ja, het is gewoon te leuk. Nou, ik heb er een enorme zooi van gemaakt. Ik vond het weer een hartstikke leuke en gezellige uitzending. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Kijk voornamelijk naar wat jij leuk vindt. En schaf dat aan. Maar ga niet alleen doelloos op ons af. Kijk van wat bij jou past. Wat jij leuk vindt. En misschien is het soms ook een idee om eerst eventjes rustig te laten bezinken. En dan wat aan te schaffen, zodat je niks koopt waar je later spijt van hebt. Dus dat is ook nog een beetje een advies. Wat je ook nog kan doen, is je stencils weer schoonmaken. Oh nee, dit is de paint en dat ging niet zo goed. Dat weet ik nog van de vorige keer. Maar als je het doet met de sprays en dat soort materialen, dan kan je nog weer een hele leuke lichte achtergrond erbij maken. Dus je kan ook je stencils nog weer schoonmaken op een ander papiertje. Kijk eens hoe leuk. Dus speel er gewoon lekker mee. Ik ga kijken of ik mijn handen weer een beetje schoon kan maken. Voor nu wens ik jullie nog een fijne middag verder. Eet smakelijk voor straks. En alvast een hele fijne avond. Vanavond om 8 uur kun je nog weer live meekijken met Kira Muurmans in de Studio Light groep. Een hartstikke leuke uitzending met journalboekjes die ook nieuw bij ons binnen zijn gekomen. Dus kijk dat ook zeker nog eventjes. Ik ga snel afsluiten en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!